Hallo beste mensen, welkom bij weer even de keel smeren. Welkom bij een nieuwe kletsvideo. Ik heb gemerkt dat jullie het toch wel leuk vinden als ik af en toe een babbeltje maak. Gewoon even lekker kletsen, beste, want dat blijft ook wel een beetje de kracht van het kanaal. Een lekker persoonlijk en af en toe even lekker babbelen. Gewoon even een update video. Ik had natuurlijk vorige keer had ik iets verteld over Planet Coaster. Toen ging ik er toch nog over nadenken dat ik dacht van... misschien moet ik toch maar een soort van gaan zoeken naar motivatie. Want als ik alleen maar tegen mezelf zeg van... Ja, ik weet niet wat ik moet bouwen. Ja, waar moet ik beginnen? En ik ben al begonnen, maar wat moet ik nu doen? Ja, dan komt er ook niks van terecht. Ik moet eigenlijk gewoon eventjes weer op gaan zoeken naar foto's. Ik moet weer een beetje inspiratie vinden. En ik moet gewoon het spel opstarten. Want als je het niet opstart, dan lukt het ook niet. Weet je wel, dan kan je wel blijven mopperen van... Ja, ik weet het niet wat ik moet doen. En dat heeft geen zin. Dus uiteindelijk, wat ik nu wil zeggen bij deze... gaan we wel het proberen om het park gewoon wat kleiner te houden... maar wel te bouwen. Ik ben er al aan begonnen, dus ik vind het zonde van mijn... Nou ja, misschien heb ik er wel een uur of... Ja, hoeveel heb ik eraan gebouwd? Ik denk wel een uur of 4, 5 uur heb ik eraan gezeten. Dus ja, misschien wel 7 uur. Maar dat is zonde om weg te gooien. Dus we gaan het zeker aanpakken. Dus bij deze, het duurt misschien nog eventjes... maar we gaan wel weer lekker bouwen aan Planet Coaster. Het zal niet elke week zijn, maar af en toe is een update video... Hè, met misschien een podcastje erbij, dat we lekker met Gerard erbij, gezellig... Dan moet dat goed komen. Dan krijgen we een beetje dat nostalgiegevoel... wat we al jaren doen op het kanaal... Natuurlijk met de workshop items. Want ik ben nog steeds best wel fanatiek bezig met Planet Coaster. Met het spelen van andere mappen. Ik vind het heel leuk om te kijken wat andere creatieve personen hebben gebouwd in het spel. En dat geeft mij ook weer een soort van, nou ja, niet gelijk direct motivatie. Maar wel zoiets van, ja, je kan echt alles in die game. Je kan zoveel, je kan je fantasie helemaal in de game gooien. Weet je, op tafel brengen in het spel. En dat maakt het zo goed, dat maakt het zo leuk. En zo motiverend om dan iets te bouwen. Maar... het kost zoveel tijd. Ja. Ja, ik ben ook... zeg maar niet alleen maar video's aan het maken. Ik ben natuurlijk ook andere dingen aan het doen. En dan op een gegeven moment merk je dat je gewoon wat minder tijd ervoor hebt. En dan besteed je gewoon je aandacht aan andere zaken. Ja, die ik dan op dat moment belangrijker vind. Snap je wat ik bedoel? Maar... video's zoals Carnival Simulator wil ik wel wat meer gaan maken. Fireworks Simulator is nu weer een klein beetje op een laag pitje. Maar blijft altijd een fantastisch spel natuurlijk. Vooral ook door de content die je kan downloaden. De workshop die het wat levendiger houdt. Euro Truck heb ik misschien alweer een klein dipje in. Wat wel jammer is natuurlijk. Phasmophobia ook weer een klein dipje. Ik wacht op weer een nieuwe grote update. Maar die komt er maar niet. Dus... ja, het is een beetje zoeken ook naar wat vind ik nou leuk om te spelen. Vooral heel veel Minecraft streamen doe ik bijna elke avond. Blijft geweldig om ook in Minecraft gewoon weer hele leuke ideeën uit te werken. Heel veel gebouwen te maken, reusachtige gebouwen. Waar je dan lekker een paar dagen mee zoet bent. En waar je dan iets... Je hebt een soort van doel en dat doel wil je behalen. En dat doel behaal je alleen door gewoon veel te bouwen, veel te doen... leef je uit. Het is een game. Leef je uit. Dat is eigenlijk bij al die spellen wat ik altijd probeer. Ja, we hebben natuurlijk ook nog Tau Unite. Staat ook op een laag pitje. Oftewel, ik heb eigenlijk een soort van... ja, weer even een Roblox. Wordt ook heel veel naar gevraagd. Hè? Roblox Teampark. Vincent van Nieuwen. Vincent van... denk, ja, jongens, kom op. Ja, Roblox Teampark Tycoon is natuurlijk wel... is wel gewoon de shit. Ja, we kunnen er alles over zeggen, maar dit is een game. Het is gratis. Nou, wat gratis is gewoon heel goed natuurlijk. Het is leuk, hè? Het is vermakelijk. Je kan ook bouwen wat je wil. Maar als je wil bouwen wat je wil, moet je wel weer betalen. Dus het is een half vingertje. Lukt niet helemaal. Nou, in ieder geval, je kan heel veel ook in Roblox. En voornamelijk in Theme Park Tycoon, we weten het. Dus misschien moet ik dat ook wel een beetje gaan terugbrengen. Maar ook weer een soort van motivatie. Ik wil weer bouwen. Ik had weer een fase dat ik heel veel aan het bouwen was. Nou, die fase is nu weer een beetje teruggetrokken. En zo heb je eigenlijk altijd een soort van een over en weer. Ja, dat zal je misschien merken op het kanaal. Heel veel Planet Coaster video's de afgelopen tijden. Ja, dat is gewoon een soort van keuze. En op dit moment vind ik dat leuker om te doen. En fijner om te maken. Ik hou ook van die funny compilatievideo's. Die vind ik ook fantastisch. Vooral het editen daarvan vind ik heel leuk. Met geluidseffectjes, met gekke stemmetjes, met gekke bewegingen. Ik vind dat leuk. Ik hou daarvan. Ja, en soms ben ik heel trots op een video. En soms denk ik ook van... nou, ik maak gewoon even een leuke video tussendoor. En dat is prima zo. Voor een soort opvulling tussen de grotere video's. En soms duurt de video ook maar 5 minuten, 6 minuten. Ja, het ligt eraan. Ik heb nooit echt een idee van...
Nou, ik ga nu specifiek een video maken van een kwartier. En dan daarna komt een video van 10 minuten. Ik denk er niet bij na. Het is gewoon... Het is zoals het is. Het is zoals het is. Dat is een mooie titel. Het is zoals het is. En zo blijft het. En ik weet het, ik groei misschien niet zo heel hard in het kanaal. Dat is misschien ook wel een beetje jammer natuurlijk. Want ik ben eigenwijs, dat weten we. Ik maak content waarvan ik denk dat het leuk is. Waarvan ik denk dat ik het ook leuk vind om te maken. Heel belangrijk. En er komen natuurlijk in de toekomst, hè, we praten over dit jaar. Ik heb nog heel veel reisjes. We gaan nog heel veel dingen doen. We gaan heel veel zien. Ik ga naar een nieuw land. Ik kan er heel kort over vertellen. Ik ga naar Oostenrijk toe in april. En dat wordt heel leuk, want we gaan daar natuurlijk een vlogje maken. Maar niet alleen maar voor wat ik standaard wel vaak doe, pretparken. Het is ook gewoon even een uitje in de stad. Hè? Gewoon even Oostenrijk verkennen. Want ik ben nog nooit in dat land geweest. Dus ik vind het heel belangrijk om ook gewoon veel te zien van de cultuur. Ik vind vooral ook heel belangrijk de grote schnitzels die over je bord heen hangen. Dat je een bord krijgt en dan die schnitzel. Bam! Gewoon, dat je zeg maar, je moet hem schuiven om te snijden. Want anders zit je in tafelkleed. Weet je wel, zo lekker. Van die grote, mooie, malse Duitse of Oostenrijkse schnitzels. Ja, Duits kan natuurlijk ook, hè? Dat is hetzelfde natuurlijk. Maar geweldig, dat wordt leuk. En ja, natuurlijk ga ik ook nog wel een soort park bezoeken daar. Ik zal nog een klein beetje mijn mond op elkaar houden en niet te veel vertellen. Want dat behoudt natuurlijk een beetje de verrassing voor wat er gaat komen. Misschien dat ik ook nog wel een beetje ga vloggen daar tussendoor. Dat is ook leuk. En dan maken we gewoon een reviewtje van misschien wel een parkje. Misschien wel twee parken. Misschien drie. Je gaat het zien. Je gaat het zien. Het wordt wel leuk. Maar het is meer een trip gericht voor niet echt parken. Maar voor de stad. Gewoon cultuur. Cultuur. Ervaring. Ervaring. Ervaren. Nou ja. In ieder geval, het wordt leuk. Het is weer een nieuw land. Ik ga weer een nieuw land bezoeken. En ik vind dat heel fijn. En met Hessel ga ik natuurlijk ook weer op pad dit jaar. We zullen binnenkort nog even een call inplannen. En dan gaan we even praten wat de mogelijkheden zijn. Want er is nog genoeg om te bezoeken. Mijn droomlocatie is toch nog wel even naar Spanje toe. Want daar ben ik persoonlijk nog nooit geweest. Wel in Mallorca. Dat is natuurlijk een eiland onder Spanje. Valt dat onder Spanje? Dat volgens mij wel. Maar gewoon het land Spanje lijkt me nog heel tof. Met natuurlijk een aantal parken en uiteraard de omgeving. Het land heel belangrijk. En we hebben natuurlijk ook nog Italië met Gardaland. Ik denk dat Italië staat ook wel heel erg op mijn lijst hoor. Mijn bucketlist, absoluut. En zo proberen we eigenlijk een beetje van alles van Europa een beetje te smikkelen. Europa, papa. Nou, in ieder geval, dat wordt heel leuk. Dat wordt heel mooi. Maar plannen, reisjes boeken, geld uitgeven, fun beleven, video's maken. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk om te doen. Ja, ja natuurlijk. Ja, ik blijf dit gewoon doen. En ik vind het, zolang, weet je wat het is? Ik heb altijd een motto. Zolang ik het leuk vind om te doen. Zolang ik er plezier in heb. En er ook uit haal. Dan is het een win-win situatie, toch? Als ik het leuk vind om zo'n video te maken. Ik krijg heel veel liefde van jullie terug. Heel veel comments. Heel veel lieve berichtjes. Via Twitch. Maar ook via YouTube. Ja, daar doe je het voor. Dat is eigenlijk de drijfveer. Hè? Dat is de motivatieveer, om het zo maar te zeggen. Die veer pluk ik ergens in mijn rug. Nou, prima. Ik blijf wel doorgaan, weet je wel. Maar dat is even zonder dolle. Dat is echt wel de motivatieveer die je krijgt. En dat ja, zolang jullie dat geven, is dat gewoon hartstikke mooi. Dan blijf ik dat ook geven natuurlijk, de video's. Ja, mochten jullie, dat is altijd de vraag, is een beetje een hele brede vraag. Maar ik ga vandaag ook toevallig weer een game kopen, Supermarket Simulator. Omdat ik vind simulatiegames, dat is gewoon mijn ding. Het kanaal is ook grotendeels simulaties. Hè? Ik bedoel, Fireworks Mania is een soort vuurwerk simulatiespel, Eurotruck Simulator. We hebben Carnival Simulator, Powerwash Simulator. Nou ja, noem maar op. Heel veel simulator games die gewoon heel leuk zijn om te doen. En het mooie daarvan is, House Flipper, is dat ook een soort simulatie? Vul het zelf maar in. Maar in ieder geval, ik wil dus kijken en vragen jullie, wat is een game die misschien wel ook perfect bij mij past? Waar zou ik video's van moeten maken? Gewoon een paar extra video's. Gewoon die je dan kan zien door de weeks. Laat het me weten in de comments. Mocht er een game zijn, plaats het onderin. En als er een leuke titel bij zit, dan ga ik hem zeker spelen of kopen. Of misschien heb ik hem al. Laat het me weten in de comments. Nou ja, ik probeer eigenlijk elke week een
nou ja, elke week om de twee weken een kletsvideo te doen. Om de drie weken, misschien om de maand. Maar af en toe even babbelen met jullie vind ik leuk. Is ook leuk, is gezellig. Dus laat wel even een duimpje achter voor mijn leuke Mickey-trui. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En trouwens, ik ben ook een klein beetje, nou ja, een klein beetje af en toe actief op TikTok. Mocht jij mijn TikTok willen volgen, DaVinciStyle Games. Ja, daar heb ik een paar leuke TikToks. Ja, waarvan een video ook gewoon random 64.000 keer is bekeken. Geen idee, maar dat gebeurt dan of zo random. Ik heb geen flauw idee waarom. Maar in ieder geval, ik zie je misschien op TikTok, op YouTube, op Twitch. Wie zal het zeggen? Tot de volgende. Doeg!